Vandaag gaan wij kijken wie zijn ei het langste heel kan blijven. We hebben hier weer allemaal mooie gereedschappen en daarmee moet je elkaars ei vernietigen. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Zie je, het ziet er ook echt vies uit. Oh shit, oh nee. Oké, ik denk niet dat mijn eitje dit overleeft. Als je ei gaat stoppen. Ja, wacht even. Zie je me nu? Nee. Je ziet me niet, hè? Nee. Okay, ja? Ja. 3, 2, 1. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag staan wij buiten en je ziet het, ik heb hier weer een fantastisch mooi doosje met eieren. Boom. In de vorige video hebben wij een ei van 26 meter hoog gegooid. Heb je die video nog niet gezien, dan moet je eventjes in het i'tje klikken. Geen idee waar het i'tje zit. Eén van deze twee maakt niet uit. Klik even op het i'tje om de video te zien. In die video heb ik gezegd, bij de 5000 blauwe duimpjes omhoog gaan wij een deel 2 maken. Dan krijgen wij allebei weer een eitje. En dan gaan wij met gereedschap het ei proberen te slopen. Dit is deel 2. Superleuk. Heb je nu alvast zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en ben je nog niet geabonneerd. Wat ik nog steeds niet kan snappen. Jij abonneer op mijn YouTube kanaal. Laten we gewoon gaan voor de 150.000 abonnees. En dan geef ik... Niet doen hoor, ik ben ook niet geabonneerd. Hoezo? Jij gaat straks mensen abonneren. Anders ben ik geen vrienden meer. En we krijgen allebei een heel mooi eitje. Deze is voor jou? Nee, deze is voor jou. Jij hebt af. Ja. Dit was jouw ei. Dus nee. Ik had eentje. Nee, jij krijgt er ook één. Klaar. Nee. Want straks gaat het kapot op mij. Best wel vissen. Niet doen. Klaar. Goed, dit waren twee. Ja, video over, allebei af. Papa, allebei af. Nee, oké. Okay. Bewaar dit ei, want gaat hij nu stuk, dan ben je echt af. Jij een ei, ik een ei. We gaan even naar de winkel toe om spulletjes te halen, want ik heb nog geen flauw idee wat ik ga doen. En laten we naar de winkel toe gaan. Oké, okay. We staan bij de bouwmarkt. Ik moet even kijken wat ik ga halen. Dit wordt lastig. Wessel, heb jij al een idee? Oh, waar ben je? Jij hebt ook nog geen idee, hè? Nee, ik heb... geen idee. Jij hebt ook geen, ik heb ook geen idee. Ik ga het gewoon zo stevig mogelijk maken. Ik ga nog niks vertellen, want anders gaat Wessel mij nadoen. Wessel, ja? Hier scheiden onze wegen. We krijgen allebei 30 euro en daar moet je je ei van... hij mag niet stuk, laten we daarop houden. Oké, doei. Oké, let op. Ik heb het tactiek al gezien. Hier zo heb je kluisje. En als ik nou van een kluispak, dan doe ik hem daarin. Dus dan gaat hij natuurlijk nooit van maar ineenbreken. Dan moet ik nog iets van bubbeltjes plastic hebben. En dan doe ik hem gewoon hierin en dan kan je niet zo makkelijk kapot slaan. Ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik ga halen. Ik sta ook bij de toiletspullen. Zover ik kom hier niet verder. Ik moet iets aan. Ik denk dat ik gewoon bubbeltjes plastic ga en kijken of ik een kluis kan vinden waar ik hem in kan stoppen. Oké, hier staan alle kluizen. En dat is een grotere en dat is een kleinere. Dat zie je zelf ook wel. Maar ik denk dat ik voor deze ga. En dan heb ik nog genoeg geld, 15 euro, om deze hele kluis te gaan beschermen en het ei in te pakken. Dus dat gaan we eventjes opzetten. Kijk, we hebben precies hetzelfde idee. Nee, je hebt hetzelfde idee. Maar ik had hem als eerste al gepakt. Maar hé, we denken wel hetzelfde. Oké, ik ga weer de tactiek van de spons doen. Deze komen in het kluisje om het ei. Ik ga gewoon dit meenemen. Nee, ik moet een kleiner vinden. Ik ga even op zoek. Oké, ik kan geen kleinere rol vinden dan dit. Dus dit moet genoeg zijn. Ik heb hem hier vandaan en deze ga ik ook meenemen. En nu heb ik nog 5 euro over, volgens mij, of 6 of 7. Ik heb geen idee. Meneer, plan zijn gewijzigd. Ik heb een brievenbus gekocht, want ik wou niet hetzelfde als Timo doen. Dus eigenlijk deed Timo hetzelfde als ik. Nou, ik heb dus al mijn spullen gepakt. Ik heb nog even wat purr. Dat gaat straks allemaal hierin. Ik heb van Timo nog 2 laagjes stulpjes plastic. En dan moet het wel goed komen. Ik zie hier kippengaas liggen. En dit heb ik de vorige keer ook gebruikt bij de onbreekbare bal. Ik denk niet dat ik een hele rol ga meenemen. Dat is veel te duur. En ik gebruik toch maar een beetje. Ik heb thuis nog een hele rol staan. Dus er gaat ongeveer 3 euro van mijn budget af. En dan kan ik een klein beetje van die rol afpakken. Dus ja, ik heb als laatste nog touw nodig en Wessel mag dat niet weten. Oh, jij bent wel heel dichtbij. Ik pak gewoon dit. Oh, hoppakee. Goed toe. Thuis heb ik nog een rolletje thee, want die kan ik hier niet vinden. Normaal heb ik er een beetje vertrouwen in, maar nu heb ik echt heel veel vertrouwen in. En nu denk ik van, dit is easy game voor mij. We gaan afrekenen en we gaan weg. Ik wil trouwens BMW even bedanken, want ik mag heel dit weekend weer in deze fantastisch mooie BMW rijden. En moet je hem eens zien shinen. En die velg, de auto. Goh, kijk hoe mooi. Dit is toch even een plaatje. Ik wil niet zeggen dat het mijn droomauto is, maar hij komt wel in de buurt, denk ik. Dus shout-out naar BMW dat ik hier even een weekendje mag rijden. Boom! Daar zijn we! Wessel, pak even je spulletjes en show even wat je hebt. Hier zijn mijn producten. Ik heb hier dus mijn ei. Ik heb die peurschuim, puurschuim voor de mensen die het nog gaan verbeteren. Ik heb een brievenbus en ik heb folie. En ik kan altijd deze filmstad nog gebruiken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ja, ik wou niet hetzelfde idee hebben als Timo. Maar hij gaat Timo mijn idee gejakt. Ik had als eerste die kluis. Zijn dit jouw spullen? Geef toe, wie had als eerste kluis? Jij liep wel als eerste langs heen.
Ja, ik had hem ook al in mijn karretje zitten. Ja, maar jij hebt hem teruggedaan. En ik dacht precies van ik ga winnen, dus maakt me allemaal niet uit. Goed, ik ga mijn spullen ook even pakken. Hier spullen zijn ik heb hier mijn spullen. Ik heb hier een kluis, ik heb sponsjes. Ik heb natuurlijk veel meer bubbeltjes plastic. Ik heb tape en ik heb touw en ik heb kippengaas. You know, ben je al bang? Nee. Oké, laten we dan beginnen. De vorige keer hadden we 5 minuten de tijd om het in elkaar te flansen. Dit keer gaan we eventjes iets meer tijd nemen, zodat het net wat mooier eruit ziet. Dan kan je alle puntjes op de i zetten of op de j, want die heeft ook een puntje. Goed, we krijgen dus 15 minuten de tijd. En na 15 minuten stoppen we gewoon weer de tijd. En wat je dan hebt, dat moet je gaan proberen te slopen. Oké, Wessel. Ja. We gaan beginnen. 3, 2, 1, go! Ik moet zelfs, ik heb hier al mijn spulletjes liggen. Ik heb hier het kluisje al in. Deze gaan we uitpakken. Waar zit die sleutel? Oh, tof, die zit erin. Nou, hallo allemaal. Welkom bij mijn bouwvlog. Ik ga het eerst inpakken. Maar ik heb geen schaar. Timo, ik heb geen schaar. Dat is echt heel dom. Oké, we pakken een ei. Ik ga hem eerst even inwikkelen in een klein beetje bubbeltjes plastic. Zodat ik hem al een klein beetje heb gesaved. Ik heb echt veel te veel bubbeltjes plastic. Nee, shit, ik krijg... Zo. Yes, oké. Dit is top, zo. Het moet ook niet te dik worden. Oké. Wie gaat er nou gas maaien terwijl ik bezig ben met een dikke video? Oké. Ik heb de sponsjes, die ga ik hier omheen leggen, zo. Zo, een beetje zo. En hier nog eentje. Nou ga ik met tape, ga ik hem een klein beetje op de plek houden. Ja, dit gaat top. En nou is mijn idee om hem helemaal vol te spuiten met die. Ik hoop echt dat dit gaat werken trouwens. Maar dit spul plakt aan je handen, dus niet hiermee spelen. Zo, dan moet ik meer hebben. Ik moet meer tape. Meer tape, hoe beter. Oké, nou kan het ei in ieder geval geen kant meer op. Deze dicht, kan dit? Oh shit, ik moet er wel aandrukken. Ik ga het gewoon doen. Ja, ik heb het gedaan. Ja, hij is dicht. Zo. Sleuteltje is weg. Nu gaan we beginnen met kippengaas. Ik heb kippengaas nodig. Ik heb een sleutel nodig. Zo. Oké, nou zo. Ik heb hier niet heel goed over nagedacht wat ik zie. Ik denk niet dat het gaat werken zo. Ik denk dat ik hem nu gewoon in die vuilniszak ga leggen. En dan ga ik gewoon die hele vuilniszak volkijken. En ja, dan zien we wel hoe het eindigt. Ja, kippengaas. Kijk hoeveel ik heb. Kapot. Ik heb hier toch geen tijd voor. Yes. Oké, Timo. Minder stressen. Minder stressen. Let's go, stress. Oké, ik heb het gaas. Hij kijkt af, hij kijkt af. Dit is de eerste goede laag. Strak eromheen. Dit vouwen we dicht zo. Nou moeten ze touw hebben. Heel veel touw. Hier. Nou, mijn creatie is af. Mijn hele handen zitten eronder. Ja, nou is gewoon wachten tot het gaat drogen. Ik hoop dat het gaat drogen. Ik ga mijn handen wassen. Ik heb best wel veel touw nu omheen. Dit moet goed zijn. Godver, 5 minuten. Huh? Nee, kappa. Jij loopt me op te stressen. Nou, daar was ik alweer. Ik ben al klaar, dus ik ga even wat lekker drinken. Gaat goed, Timo? Ja. Het enige probleem wat ik heb is dat het niet echt heel hard wordt. Het is gewoon een en al foam nog. Niet heel goed over nagedacht. Nog 1,5 minuut. Niet. Wel hel. Nee, 1,5 minuut. Timo, je hebt nog 20 seconden. Fuck, waar is de kut? 15, 14, 13. Oh, Timo. De tijd is bijna afgelopen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Klaar. Hij is stop. Ik ben alweer kapot. Nou, ik niet. Maar ik had ook niet een heel goed idee. Ik lijkt dus... er heel erg op een ander pakketje. Kom, we gaan het showen. Oké, jongens. We hebben dit keer geen toren van 26 meter hoog waar we het ei van af gaan gooien. Maar we hebben dit keer wapen. Zoals je ziet heb ik hier een mega kanonshamer. Nou, eigenlijk net zoals vorige keer. We hebben weer de hakbel. We hebben de schroevendraaier. Dat is leuk. Kun je alles losdraaien. We hebben de koevoet. De kievoet. Koevoet. Oké, en we hebben de schep. Ja, dit zijn de gereedschappen die we hebben. Leg jij het even uit. Oké, de vorige keer toen we deze video gingen doen, gingen we in een bakje graaien en er was gewoon niks aan. Dus ik heb nu, op elk plaatje staat een nummer, van 1 tot 5. En dan straks gaat Timo die kant op, leg ik gewoon onder een random ding, leg ik bijvoorbeeld onder het schepje leg ik 2. En Timo zegt ik wil ding 2, dan moet hij het schepje pakken. Dus dan moet je zelf roleren en in het hoofd denken van Timo. Snap je het? Nee hè? Ja. Ik snap het wel. Ik snap het ook, dit gaat helemaal goed komen. Oké, ik ga even een cijfers opleggen over de getallen. Even kijken, 10,
Oké, zeg maar een getal. Ik wil nummertje 3 en nummertje 5. Oké, dan heb jij. Het is niet te geloven. Kom maar kijken. De schroevendraaier en een schep. Nee, 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 dat wil je niet. Holy shit, dit wordt lastig. Oké, ik neem ze mee. Oké, dan pak ik mijn timer erbij. En dan krijg je in totaal 1 minuut toch? Om de 30 seconden moet je wisselen van wapen. Nou, hier ligt mijn pakketje. Hij wordt al een beetje harder. Dus ben je er klaar voor, Timo? Ja. Dan starten wij in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah, godverdamme, nee, Wessel. Ah, jeetje. Allemaal pur, als het op je komt, is echt niet goed. Nee, daarom. Ik kan niet eens slopen. En Wessel. Ah, nu al? Heb je die doos nog omheen? Nee. Je moet weten waar het ei zit. En stop! Oké, dan je minuutjes voorbij. Even kijken. Waar had je het ei neergelegd? In het midden? Nee. Niet? Nee. Zou die stuk zijn, denk je? Ja, ik weet niet. Denk je dat je door de brievenbus al bent? Gast, ik ben door de tegels heen gekomen, denk ik. Is die stuk? Het ziet er ook echt vies uit. Ik heb hem denk ik dan... Nee, jij bent er nog niet doorheen. Maar ik heb hem wel plat geslagen, denk ik. Ja, maar niet, hij ligt niet in het midden. Nee? Nee, dus ik denk niet dat het kapot is nog. Oké. Dan houden we het nog even spannend. Dan mag jij hoe nu... Hoe gaan we dit ooit uitpakken, al die smeren? Gaan we zien. Jij mag nu. Nou, het is mijn beurt. Ik moet alleen mijn gereedschap nog uitzoeken. Oké, draai maar om. Oké, kies een nummertje. Nummer 1 en 5. 1 en 5. Nee. Oké, Wessel. Jij hebt de mega sloophamer en jij hebt de koevoet. Oeh. Oké, we gaan beginnen in 3, 2, 1, go. Eerste 30 seconden. Oh. Yes. Yes. Hij is net stevig. Auw, dat is zeer. Ik hoop dat ik het goed in heb gepakt. Oké, nog 5 seconden. 5, 4, 3. 2, 1, go, 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 volgende, volgende. De hamer. Oh shit. Oh nee. Sluit door. Nog 10 seconden, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Stop de tijd. Oké, Wessel. Hey. Ik denk dat hij kapot is. Ik denk het niet, man. Ik denk het wel. Nee, ik denk het niet. Ik denk oprecht dat jij hem nog niet stuk hebt. Nou, weet je waarom? Kijk hoe plat hij is. Ja, hier past geen eitje. Ja, maar daar zit dus nog niet. Dat dingetje is veel kleiner. Heb ik hem kapot geslagen. Oké. Nou, we gaan nog 1 ronde doen. Ronde 2. En als hij nu nog niet kapot was... Dan kan hij bij ronde 2 kapot gaan. En gaat hij daar niet kapot, dan is je ei onsterfelijk en kan hij niet kapot. Nou, Wessel, dan gaan we beginnen. We gaan nu wel de gereedschappen eruit halen die we al hebben gebruikt. Ronde 2. Ik heb wel een tactiek. Rammen! Ik ga ze even verleggen. Ja, zeg maar. Niet kijken, Lulo. Nummertje 3 en nummertje 2. Nummertje 3. Je hebt de schep? Nee. En nummertje welk zei je? 2. Nee, even opnieuw. Nee, ja, Timo. Oké, je mag eentje mag je anders zeggen. Dus draai maar weer om. Welke wil je? 3 of 2? Welke wil je veranderen? Fuck, ik wil de schep wel veranderen. Oké, naar? Naar nummertje 5. Oké, dat is de moker. Zet de schroevendraaier. Ja, anders kom ik echt niet verder. Timo, ben je klaar voor? Ja! In 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah! Dat is best stevig, hè? Maar die moker die doet zoveel. Oh, niet. Moker veel. Hey, meisje. Hoe lang nog? Je hebt een schep. En. Wissel. Oké, nou gaat. Timo, pas op voor je kleren, jongen. Oké, ik denk niet dat mijn eitje dit overleeft. Dat ei van jou, dat leeft nu niet meer, hoor, vriend. Ja, maar dat denk ik ook niet. 3, 2, 1, 0. Boom! Oké, ik denk dat mijn eitje nu wel dood is. Ik denk dat jouw nog recht kapot is. Denk je dat het stuk is? Deze is denk ik wel stuk. Waar zit je ei? Zat in het hoekje. Oh, ik ben helemaal doorheen gegaan. Aan die kant ergens. Ah, die is wel kapot. Dat is wel kapot, hè? Het begint al een beetje donker te worden. Denk je dat mijn ei stuk is of dat hij heel is? Ik denk echt dat hij stuk is, dus daarom ga ik niet slaan. Dus ik heb het vertrouwen erin dat ik hard genoeg heb geslagen. En als hij nog heel is, dan heeft hij maar gewonnen. Oké, maak hem maar open. Nooit naar je toe snijden, kinderen. Ja, snij lekker naar mij toe. Denk je nog steeds dat hij niet heel is? Ja, kijk maar, want dit is jouw box. Oh. Oké, pak hem nu maar uit dan.
Nou, jij gaat mij niet vertellen dat dit eitje het nog overleefd heeft. Welkom bij mijn inbox. Oh, ik ben wel echt benieuwd nu. Dit is hem. Zo, kijk dan. Holy shit. Heb je sleutels? Wat is dat? Hij is kapot. We hoeven niet eens meer te kijken. Dat ei druppelt er gewoon al uit. Dat ei, dat je op je handen hebt, is ei. Ja, dat weet ik, maar ik wil kijken waar het uitkwam. Ja, hier. Uit het doosje. Hij is stuk. Oh, daar komt al je ei. Holy shit. Oké, okay. Niemand heeft gewonnen wederom weer. Kijk even, dit is hem. En het ei is helemaal kapot. We hebben dit keer geen winnaars. Ik denk dat het heel moeilijk is met gereedschap om je ei heel te houden. Willen jullie nou een deel 2 zien? Laat dan even 7000 duimpjes omhoog achter. En dan gaan wij met 100 euro een box maken waar het ei in moet, zonder dat hij stuk gaat. Ook dat is onmogelijk, maar hier sluit ik wel gelijk de video af. Vond je dan een superleuke video? Even zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk even abonneren. Laat ook even weten in de comments welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.